Wat gaat er gebeuren als er politici sociaal belang boven economisch belang gaan stellen? Ik vraag het u. Dan kan er dan nog gehandeld worden, kan er dan nog gespeculeerd worden, kan er dan nog winst gemaakt worden in de vastgoedmarkt die het al zo zwaar heeft? Nee. Dan krijg je allemaal mensen die hier een beetje non-profit gaan lopen te tuinieren. En je krijgt een soort van sociaal-culturele initiatieven en dergelijke. Maar de winst en de motor achter de economie die voorbij gaat. Er was hier een window of opportunity om Amsterdam op de kaart te zetten, om iets relevants te gaan doen, om een gebied te ontwikkelen, om het een nieuw hart te geven, om het bruisend te maken, winkelcentra, Finex-locatie, goedkope woningen voor dat hogere segment. Okay, dat is waar ons... het is een donkere dag, zegt u, ja. Voor OCP? Nee, niet alleen voor OCP. Hè. Een donkere dag voor ondernemend Nederland in het algemeen. Oké. Waar kun je nou nog trots op zijn? Mag ik een stelling daarop terugvoeren? Stilstand is dat ook niet achteruitgang. Dan heeft het over een winstaspect en over economische vooruitgang. Stilstand is achteruitgang. U had geen haast om hier verder uw mooie plannen die u net allemaal noemt, te realiseren. Dus springen er andere mensen in deze window of opportunity? Noem je wat dit, is uw reactie daar? Okay, nee, maar ik zeg stilstand is achteruitgang. Nou, als jullie een goed businessplan ingediend hadden, jullie een goed plan met wat voor winstmarges je wilde behalen, hoe je die investeringen uithoudt, dan was het best met ons te praten geweest. Is nooit gebeurd. Jullie zijn hier zonder enige overleg met ons, zijn jullie naar binnen gekomen, zijn jullie gewoon gaan ontwikkelen, zonder een fatsoenlijk businessplan, zonder een rendabel winstidee. Ja. En het is gewoon onverantwoordelijk ondernemen. Dit is niet hoe je zaken doet. Hier zie ik dingen gebeuren. Hiernaast is een heel groot gebied waar niks is. Niks. Jij ziet niks. Water, modder. Kijk nou, wat al heel lang zo is. Kijk nou al door je oogharen. Wij worden tegengehouden door de markt en nu door een stel opstandige kutburgers. Die denken hier iets te kunnen doen, compleet buiten de markt om. Okay. Hoe krijg je een economie gaande? Maar ik wil nog één ding zeggen. Kijk, ja. We laten het hier natuurlijk niet op zitten. Dat snap je zelf ook. Dit kan zo niet zoals het gaat. Zoals de politiek handelt, zoals jullie handelen, dit kan dus niet. Dit pand is van ons. Dus wat we gaan doen is, we gaan de koperen leidingen eruit halen. Zodat we nog een beetje winst eruit kunnen halen. Dan gaan we zo meteen beginnen. En daarnaast beginnen er een hoop procedures. En beginnen ook gewoon hopelijk maatschappelijke onvrede begint er nu te ontstaan. Hoezeer ondernemers en financiële speculatie gewoon tegengewerkt wordt door dit soort omgaan. Onze Rolodex staat al te brommen. En je zult hier zeker meer van horen. We hebben ook gewoon bouwploegen, bulldozers. Ik zou maar even goed nadenken over de consequenties van wat jullie hebben. Heeft u het krant gelezen? Ja, die hebben... Zou u misschien dan de meest weerzinwekkende quote uit deze krant voor willen lezen? Nou, ik zou eigenlijk de meest weerzinwekkende citaat van de wethouder net eigenlijk aan willen halen. Krakers, bedankt. Ja. Ik snap zeker zelf wel dat het eigen initiatief om sociale ruimtes te creëren en zo, dat absoluut niet meer kan tegenwoordig. Mag ik even zeggen, het burgercontract dat jullie hebben gesloten, dat contract dat hebben we al lang ontbonden. Ah, dus nu niks meer van meneer de wethouder. Ja. Ik vraag u, van wie bent u nou eigenlijk de wethouder? Van het gezonde ondernemerschap, van het gezond economisch Amsterdam of van de buurt of van de burgers die een soort van vaag omlijnd sociaal plan willen? De wethouder komt op voor de belangen van de stad stil en aangezien het OSP nog niks ontwikkeld heeft, en de buurtbewoners wel aan het ontwikkelen zijn hier, kiezen wij voor de buurtbewoners. Dat is in het belang van de stad. Maar luister, dit gaat dwars in tegen hoe we Nederland op dit moment regeren. Hè? Dat snap je zeker wel. Wat voor ontwikkeling zie je dan voor je? Dat is de kippen en bier. Als u een beetje liberaal bent, dan zou u dit een mooi initiatief moeten vinden. Zonder vergunning. We zijn echt goed bezig om met z'n allen uit deze crisis te komen door gewoon kerk te speculeren. We moeten ook naar buiten voor een groepsfoto voor het Parool. Thijs, kom mee. Uitstekend. Hier is het laatste niet over gezegd. Je weet verdomd goed dat wij nu het financieel belang boven sociaal belang stellen. Zo doen we dat in Nederland. Ja, dat je kan niet zomaar dat contract gaan verbreken. En gelden voor ons dezelfde regels als voor de krakers? Kunnen wij hier ook gewoon opeens beginnen binnenstormen, dingen opzetten? Dus als u wilt, kunt u beginnen met ontwikkelen. Meneer Reuter, u wordt buiten verwacht. How you gonna call? Drop down on the pavement or waiting in death row? You can crush us, you can bruise us, but you left no answer to.